In een drukbezochte KKF-hal is vrijdag de openingsceremonie van de vierde Chinese tempelveer gehouden. Het publiek kon genieten van verschillende culturele optredens en het geheel was een kleurrijk spektakel. Thomas Cheung, voorzitter van de Surinaamse Chinese United Association, SCUA, zegt dat de situatie nu heel anders is in vergelijking met vroeger toen China heel erg arm was. Nu is China de tweede grootste economie in de wereld. Volgens de Chinese ambassadeur in Suriname, Shang Ying-Xiong, is het Chinese Nieuwjaar of Lentefestival het belangrijkste feest van de Chinese natie. En betekent de aanvang van lente met de bloeiende bloemen van hoop. Het festival is niets vreemds voor de Surinaamse gemeenschap. 165 jaar geleden brachten de allereerste Chinese arbeiders de Chinese cultuur mee naar Suriname. Onder andere ook het Lentefestival. Sindsdien is de Chinese cultuur gegroeid en geïntegreerd in het multiculturele Suriname. Al jaren nodigt de lokale Chinese gemeenschap tijdens het Chinese Nieuwjaar hun vrienden van alle lagen uit om samen te genieten van een lentefeest, voorstellingen en vuurwerk. Volgens president Desi Bouterse brengt het nieuwjaar ook nieuwe kansen voor verbetering met zich mee. Volgens het staatshoofd zijn de kenmerken van het jaar van de hond te vergelijken met de vriendschappelijke band tussen Suriname en China. We can justly state that China is now one of Suriname's most important and reliable development partners. I would like to emphasize partners because that means that the relations are based on mutual respect, mutual benefit, and above all, respect for our sovereignty and territorial integrity. The impressive One Belt, One Road initiative, as well as other initiatives with regional groups, such as within the China CELAC framework, underline the importance of China's active engagement in global geopolitical matters. This initiative is timely considering the challenges to achievements stemming from the rightful path towards multilateralism. President Desi Bouterse, hij sprak vrijdag tijdens de openingsceremonie van de vierde Chinese Tempelveer. De activiteit is zaterdag afgesloten en is gehouden in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.